take a seat. Thank you, kids. Comfortable, and then we can start in a few minutes here on the sidewalk. Thank you.
Sandwich team of Czech Republic. 2 points on the board at the moment. Team Norway on the other side needs to get over. That's what they do. Still 0 points for the youngsters from Norway. So serve. And in the lead at the moment, Team England. The next point, 4 points for the girls in green, same for England. But as you can see, we're playing 15 minutes, but only one round. Whatever happens, doesn't matter if anyone collects 15 points in this stage of the tournament. We don't play the 15 minutes. And so we have 10 minutes to go. You can see it, Maurice Lacroix. Perfect measurements we can make here at our board. Wow, great move there. At the net, 7 points. Great serve. Just in between both girls. So they need points. Good setting. Awesome. Very, very good blocking. The girls from Czech Republic. 2 points at the moment. And there it is. Next point. Number 3. Great sir, that's how it works. Once again, very, very tall. After that, he hits that with the blocking action. 7 points. Another switch on the queen side. So it's only 15 minutes we're gonna play in this stage. The winner will go on in the qualification round 2. We're gonna play tomorrow. We're gonna start at 5:30 with all the main draw games in the Fed City Arena. So if you wanna join us tomorrow, 5:30, get some tickets here at the Info Box Academy. And we want to know which team will do the win into the best city area.
points for Team England. And as one button correctly played, straight, onto your shoulder. And that was not correctly played. 5:30 to go. Strong attack at the first point for the young guns from Norway. The flag is up, ball out, and we have played 10 minutes. 1 minute break for all three teams, and as you can see, they quite need the break just to take a big sip out of their bottles. We get the court prepared again, and then we get the players back in 1 minute. So for everyone who came over just the last seconds, this is the qualification. The winner takes it on. Two teams have to leave the tournament, one team will have the chance to play tomorrow in the final stage of qualification. And then we're going to start at 5:30 in this amazing stadium, the Dead City Arena. The first time in history that we played for the Queen and King of the Court, the European Finals, here in the late 2022, never before. This title was played, and now we have the chance to get the best teams all over Europe. You can see it if you want to be in the stadium tomorrow, 5:30, get your tickets, see behind at the info box. There's some QR codes, you just can help yourself, get online tickets, and join us when we have, for example, the Olympic winners from Norway on the floor dance. This is Sorama here, also the Swedish European champions I've seen already. And here's the girls back, we want to hear how loud it can be here, isn't it? It's your part, come on, give it up for the girls. Which team will manage the way into the next stage? 5 more minutes to go. Here we go. Joining us tomorrow.
Let's see. Station manager, 2.5 minutes for to go. That's a good one. 11 points. Team England in the lead. Comparison to the Team Czech Republic. They need to come over to the green side. To threaten Team England. But instead it's point number 12. Last 2 minutes. We're playing here 13 points. Only one round we play here. Doesn't matter if any team collects 15 points. We're going to play all for 50 minutes. 14. Great one. So pass the block. 50 points. Team England. City Arena, and if you want to be
with us in the city for the next days. Just get your tickets behind me. There's the info box. You go there and just figure out if you can get a few tickets on our left Saturday, Sunday. I'm not really sure if you still can get one. Sunday are the finals, and we hopefully see you there in the main draw. One more competition going here. I guess in a few minutes we have time to run the last really interesting games we have with the guys. So let's see, completely 20 minutes, then we're going to start with this last round. 20 minutes, and then you can join the guys in the same competition like we have with the girls. Three teams, and the winner takes it off. Sorry, guys. Thank you.
Dames en heren, nog een kwartier voordat de laatste wedstrijd gespeeld gaat worden. Thank you.
off and fall self out. Dames en heren, we gaan beginnen met een laatste wedstrijd van de dag. We gaan allereerst de scheidsrechter het veld ophalen. Mark is nu de grote vrouw van Stefan Müller en Andy Richter. En dan een grote applaus voor de volledige crew van het veld van de Andeuren. De Bonnetjes. En dan gaan we beginnen met de drie teams te beginnen in het Olympic uit Nederland. Nikita Asamono en Linda Hogenhout. Dat is gewoon, dames en heren. Ja. Dan, in het zwart, ook uit Nederland, mag ik een grote applaus voor Rick van Sopra en Joris Berghout. En dan, in het rood, een Litouwer. Edgar Kalks en Christian Sporthulst. Er is al bepaald wie er aan de inside begint. Dat is de basis van eerder van alle resultaten in dit toernooi. En dat is het grote team, Edgar Kalks en Christian Sporthulst. 15 minuten worden er ongeacht de score worden gespeeld. Degene die de meeste punten heeft, die gaat naar de play-offs van morgen. Voor de andere twee teams is het exit. Thank you.
take your speed. Then you start rolling. Much over. Take it down. That is an ace here. Let's go. Come on over. Hold on. Right. Please stop. One ball. Is that a oh, from the middle up. Maar nu, nu fout zullen ze weg, het zou wel op een fout zitten tegen. Dat is goed, dat is lekker. Daar gaan we pas op, maar ook hun eerste beurt. Hoe doe je het Zij naderen
for the next team, this Thursday, a small snowball. Thank you.
Ja, het veld is lekker, gewoon dat die iets uitpakken. Of 8 punten staan en nu door. Thank you.
Ja, mannen, kom erbij. Kom op de knieën, want zullen jullie blij zijn als jullie morgen terug in play? Ja, zeker weten. Ik heb gisteren nog een weinig probleem Kwam ik wat brullen uit, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is blij. Weer vertrouwen in morgen. Maar kijk, nu zijn we warm gevuld, hoor. Zeker weten, we zijn nog goed warm. Ik mag lekker slapen en dan ben ik we verheugen erop jullie weer terug te zien. Dames en heren, nogmaals een groot applaus. Lekker! Ja, oh ja, jongens, sorry. Jullie dus nog eventjes een balletje signeren. En naar de luidst schreeuwende persoon die het liefst wil, dames en heren, gooien. Dat kunnen jullie allemaal zeggen als jullie later hier op het veld staan. Dat het allemaal begon met dat ene balletje wat je toen deed. Toen ontstond de liefde voor het liefst voor de bal. Toen wilde je nooit meer iets anders. Dat is dit gesigneerde balletje. Twee keer. Tijd. Twee toptalenten. Twee winnaars. Laat maar voor! Wie wil je eerst zijn? Dat is man. Pas op voor de kleine. Ja, goh. Geweldig, groot. Kijk of je verder komt. Die gaat niet zeggen, hè? Ja, wie wil je voor? Nee, kijk je op de bank. Zo moet dat. Zo doe je dat. Dank jullie wel. Jongens, goedemorgen. Goed gespeeld. Helemaal top. Goed. En hiermee zijn we aan het einde van deze eerste dag voor ons gekomen. Morgen gaan wij verder. Tweede week ochtend nog hier een aantal belangrijke partijen uit. Om uiteindelijk alle partijen, alle deelnemers te doen die in de Bad City Arena, in het hoofdtoernooi Nederland te doen. Dat wordt daar, die grote, begeerlijke arena gespeeld. Daar hopen we jullie ook te zien. Kaarten zijn beschikbaar. Zowel hier aan de desk als online met de QR-code. Tot morgen, heb van jullie genoten.